Nou ja. Ja, mooi opdracht. Ja, ik vind het een hele eer dat wij aangesteld zijn door de gemeente als formateur in deze periode van crisis. Ja. Ik vind het een hele eer. Maar lastig hoor. Ja, is lastig. We gaan Jaap eerst een analyse maken van de oude situatie. Mm-hmm. De oude situatie, lokaal Hellendoorn, GroenLinks, VVD. Ja. En we gaan die analyse doen, Jaap, aan de hand van een kleuren. Oh, oké. Okay. Oh, nou snap ik het ook. Ja, ja, ja. Lokaal Hellendoorn was geel. Ja. Rood en groen, dat is van GroenLinks. En de middenpartij. En de middenpartij, dat is de VVD. VVD. Nou, die zijn bij elkaar gekomen. Mm-hmm. Dus wij gaan onze analyse doen. We gaan ze eens bij elkaar mengen. Okay. Kijken wat die gezamenlijkheid oplevert. Zou het hier zo doen? Ja, dat maakt mij niet uit. Ik pak het ook even en doe ik dit. Geel erbij. Ja, ja, ja. Ga door. Rakkelijk, joh. Ja, ja, ja. Ja. Dit wordt vreemd. Ja, ja, ja. Iets van iets geel, ja. Die houdt meestal hun mond niet, VVD. Nou, ik zie het al. Och, kijk eens. Ik mag het niet zeggen wat ik denk, maar het. Ik snap het is een nare kleur bruin, laat ik het zo zeggen. Ik snap dat het mis is gegaan. Ja, dit kan niet goed gaan. Nou ja, in ons onderzoek gaan we natuurlijk verder. We gaan kijken wat de nieuwe situatie oplevert. Want dat moet dan ten opzichte van de oude situatie een duidelijke verbetering zijn. Qua zetelverdeling denk ik ook wat beter. Ja. We komen hier. Groen. CDA. Hier heb jij groen voor mij. Ik heb groen voor CDA. Dan hebben we oranje voor de VVD. Die heb ik hier. Ja. Zeggen, spuit het erop, ja. Dat kom jij weer te doen, is het? Ja, kan ik weer te doen. Blijven we allebei schoon. Oh, okay, ja, die gaat heel makkelijk. VVD is altijd snel, hè? Ja, dat is een snelle partij. Dan hebben we GroenLinks, rood. En groen, die staat daar nog. Ja, staat daar nog. Dat doen we ook. Weet je. Maar GroenLinks wil niet zo mee, hè? Nee. Dat is jammer. Ja. Een beetje groen, zo. En dan de kleur samen Hellendoorn. Ja, daar hebben we het over gehad en dat vond ik heel lastig. Is ook lastig. Geen programma. Geen programma. En? Geen website. Dus? Geen kleur nog. Een beetje, ja. Het is de grijze muis. Grijze muis, ja. Die hebben toch wel een half jaar de tijd gehad om dat voor elkaar te krijgen, Jaap. Dat is toch. Ja. Zeg maar, weg zeg. Goed, we gaan kijken, wat levert het op? Ja, gaan we weer, waar begin jij? Experiment, maakt niet uit. Nou, begin ik hiermee. Ja, zo dit door elkaar heen. Dit moet toch duidelijk anders, is wat anders worden. Ja. Nee. Waarom hebben we zoveel kleuren gebruikt? Kijk eens, we hadden het. Grijs. Ja. Jaap. Ik weet het niet. Ik kom niet. Ik weet het niet. Dit wordt het niet. Weet je wat wij doen? We gaan het teruggeven. We geven het opdracht terug. Ja. Jammer, maar nee, het gaat ons niet lukken. Het spijt ons enorm. Jammer. Dus. Jammer. Goedenavond. Welkom bij de derde termijn. We hebben weer een nieuwe uitzending voor u. Twee onderwerpen. Jaap, wat zijn de gasten? Nou, we beginnen met meneer Alexander Dollen van Lokaal Hellendoorn. En één van de fractievoorzitters, moet ik zeggen. Mevrouw Thea ten Haven, Lokaal Hellendoorn beide. Ja. En na de pauze? Na de pauze? Nou, we hebben geen pauze. We gaan straks gewoon door met de andere tafel. De break. Dan schuift, moet ik zeggen, meneer Martin Kremer aan van Tegenwind. En daar gaan we eens even vragen hoe het met de windmolens zit. Ja. We hebben een hoop vragen over, maar we beginnen dus met Lokaal Hellendoorn. En eigenlijk een beetje met de vrije val van Lokaal Hellendoorn. Ja. We hebben een beeld van Tubantia van 5 juni 2023. We hebben meegemaakt dat Lokaal Hellendoorn eerst in december een aantal leden zag vertrekken, 5 leden. Kort daarna was het vertrouwen in de coalitie verdwenen. Nu staan we dan hier. En in Tubantia van 5 juni, meneer Dolle, volgens mij kwam de tekst bij u vandaan, hè? Nou, we hebben gezamenlijk een PR-groep, dus altijd wat dat goed afgestemd. Ja, ja. En mijn mede-collega's en mensen achter de schermen. Ja. Dus ik kom nooit uit één pen, zal ik maar zeggen. Dat komt nooit uit één pen. Nou, dat is ook goed. Dat moet bij Lokaal Hellendoorn vandaan komen. Maar uit dat artikel, daar komt uiteraard de nodige boosheid en frustratie naar boven. Ook logisch. En we hebben gezegd, misschien goed om daar nog even bij stil te staan. Om daarna... dat geeft het plaatje ook al aan, om daarna te kijken van nou, jullie zijn inderdaad van die glijbaan naar beneden geroetst. Maar wij zijn dan nieuwsgierig naar het laatste stukje van die sheet. Wat gaan jullie doen om weer erbovenop te komen? Zullen we teruggaan naar de tekst van Tubantia? En daarin geven jullie bijvoorbeeld aan dat jullie het proces niet democratisch vinden. En willen jullie daar nog eens op reageren? Graag. Zoals jullie weten zijn we met 13 zetels gekozen met de verkiezingen vorig jaar. Inmiddels zijn we nog met 8, nog veruit de grootste, zal ik maar zeggen, grootste partij in de gemeente Hellendoorn.
Er is na de coalitieval, zal ik maar zeggen, een verkenner aangesteld. En daarvoor af is er een opdracht bepaald door alle partijen samen. En we hadden heel graag gezien dat daarin gestaan had dat er ook recht werd gedaan aan de verkiezingsuitslag van vorig jaar. Ja. Maar daar gingen andere partijen niet mee akkoord. Ja. En nu is er een voorstel gekomen van de verkennen om het anders te doen. Dus ons in feite niet mee te nemen. We weten nog niet hoe het afloopt hoor. De partijen zijn nu bezig met onderhandelingen. Maar ja, wij vinden dat gewoon ontzettend spijtig. Omdat daarmee heel veel kiezers die toch op ons gestemd hebben nu in de kou staan. Dat wil niet zeggen als je in de oppositierol komt dat je niets meer kunt. Hè. We zijn nog steeds een grote speler, hè. Meer dan een derde van de zetels. Maar goed, dus we kunnen nog wel het een en ander betekenen. Ja. Maar er zijn partijen die zeggen van Lokaal Hellendoorn heeft een enorme kans gehad met 13 zetels. Door interne problematiek is dat voor een deel verkeerd gegaan door het breuk met de coalitie. Ze hebben hun kansen gehad. En oké, nu zijn de andere partijen aan de beurt. Dat is natuurlijk ook democratie. Ja, formeel kan het. Maar als je luistert naar wat de kiezer heeft gewild, die wil de verandering. En de vraag is of die verandering er nu wel komt. Ja. En wij, als ik kijk naar dat artikel, dat is eigenlijk op basis van een mondeling interview gebeurd. Zie ik nu, maar dat geeft niet. Als ik kijk naar dat artikel, dan is het zo dat wij eigenlijk, wat hebben we nou eigenlijk gedaan waardoor het zo gekomen is? Wij zijn eigenlijk begonnen met wij willen het samen doen. Hè? Wij willen niet, we hadden eigenlijk met 13 zetels alle wethouders kunnen leveren. We hadden op het coalitieakkoord gewoon vanuit ons verkiezingsprogramma 1-op-1 over kunnen nemen. Ja. Dat hebben we juist niet gewild en dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. Wij willen niet meer tegen elkaar in dat gemeentehuis, we willen samen in dat gemeentehuis de problematieken die er zijn en voor de gemeente gaan doen. Maar ook samen met de inwoners en de maatschappelijke organisaties. Wat mevrouw Ten Hamer zegt, dat met een open bestuursvorm? Nou, de open bestuurscultuur is wel, zeg maar, als je met 13 man bent en je schuift er dan 2 bij, VVD, 2 bij, GroenLinks, zal ik maar zeggen. Nou, dan had je toch een aardige meerderheid. En tegelijkertijd was ook niet de tendens dat je een gesloten coalitieakkoord zou maken. Het was een open coalitieakkoord waar alle partijen hun in zekere mate mee konden praten, wat zij belangrijk vonden. En een raadsbreed akkoord hebben wij nooit geen geheim van gemaakt dat wij dat belangrijk vonden. Ja. Dus we zijn echt vanuit vertrouwen, hebben we met de algehele raad, hebben we geprobeerd iedereen te betrekken om dat zo democratisch mogelijk te doen. Ja. Kijk, laten we voorop stellen. Niemand had verwacht dat we de absolute meerderheid zouden krijgen met Lokaal Hellendoorn. Jullie zelf ook niet, volgens mij. Nee, maar dat is natuurlijk ook nooit de insteek. Zodra je de verkiezingen ingaat, ga je daar niet vanuit. Nee. Maar in zekere mate kan dat natuurlijk wel over Lokaal Hellendoorn heen. En dan moet je gewoon goed gaan kijken, hoe pak je dat er vervolgens aan? Ja. Nou, dit is uiteindelijk de weg geweest. En nou ja, uiteindelijk komen we dan hier nu bij die glijbaan en zitten we hier. Ja. Maar die pijl staat doorgetekend, hè? Precies. Dat is niet een einde, maar... Nee, we gaan... Die gaat, wat Henk net al aangaf, mevrouw Ten Hamer van... Nog even één dingetje uit Tubantia, vind ik toch wel interessant. Jullie hebben natuurlijk naar jezelf gekeken. En in dat artikel van Tubantia staat... We zijn misschien te snel geweest met onze vernieuwingsdrang. Ja. Terwijl de kritiek juist was van de mensen die... uitgetreden zijn, dat er geen beweging was te krijgen in Lokaal Hellendoorn. Dus dat viel mij heel erg op. Ja. Nou, we zijn vanuit idealisme begonnen, op die manier. Dus met 2 andere partijen erbij. Open coalitieakkoord, wat mijn collega ook aangeeft. Maar waren de andere partijen daaraan toe? We hebben heel veel druk ervaren, ook van onze coalitiepartijen, om akkoord te gaan met allerlei zaken en toch ook weer mee te doen aan die achterkamertjes. Terwijl wij hebben gezegd, open cultuur, wij willen gewoon dat het debat in die raad gevoerd wordt, zodat inwoners ook weten wat zijn de argumenten waarop partijen besluiten. Maar als je het woord achterkamertjes noemt, want u noemt het nu... Ja. Dan gaat iedereen op het puntje van zijn stoel zitten. Wat gebeurt er dan allemaal in die achterkamertjes? Nou, er worden wel zaken voorbereid en voorbesproken en ook afgesproken. Nou, dat is toch ook normaal dat je dingen van tevoren voorbereidt en bespreekt? Voorbereid helemaal goed, maar als het gaat om de afwegingen die gemaakt worden rond belangrijke onderwerpen, is van belang dat inwoners ook zien wie welke afweging op basis waarvan maakt en daarop besluit. Ja. Dat is wel wat we ook met transparante bestuurstijl bedoelen. Ja. Ja. Ik zal nog even wat anders aan denken. Meneer Dollen, 13, 8, nu nog de grootste. Maar jullie gaan waarschijnlijk nu niet meer spelen in het college. Mevrouw Ten Hamer zegt, we zijn nog wel een grote speler in de markt. Maar
als dit college gevormd wordt, zoals het nu op papier staat, laat ik even zo zeggen, die staat op 14 dan. GroenLinks, VVD, Samen Hellendoorn en CDA. Kunnen jullie dan nog wel wat met z'n achten? Is dat niet te weinig? Nou, ik moet in alle eerlijkheid zeggen, 8 zetels vind ik verre van weinig. Nog altijd de grootste partij. Dat bedoel ik ook niet, maar ik begrijp tegenover die 44. Ja. Kijk, wij, uit beginsel werken wij altijd op inhoud. Mm-hmm. Op inhoud zoek je de samenwerking in de raad. Dus ongeacht wat andere partijen met elkaar formeren. Kijk, er is nog geen zekerheid, hè? Nee. Op dit moment is dit een dat is echt voorstel, nu ervoor staat. Van, ja. Voorstel van de Verkenner. Ja, en dus wij kunnen natuurlijk geen koffie kijken voor de toekomst. Nee. Maar we gaan gewoon positief, constructief te werk. Mm-hmm. Dat is ook wat de inwoner denk ik van ons verlangt. Wij zijn zeker niet van plan om rollenbollend over de straat te gaan. Dat is jammer voor ons. Nou, misschien voor de pers misschien interessanter, maar dat is denk ik niet goed voor de inwoner. Nee, absoluut niet. En wij werken vanuit ons visie, vanuit het partijprogramma. En we hebben nog altijd een goed coalitieakkoord liggen, die grotendeels zaken heeft, wat ook uit het verkiezingsprogramma komt van Lokaal Hellendoorn. En we hebben wethouders, nou, die zijn tot een bepaalde hoogte ook wel deskundig. Die zijn door de raad ook aangesteld. Dus wat dat betreft zien we als Lokaal Hellendoorn echt wel veel kansen. Dus nee, wij zitten hier zeker niet als twee pessimistische raadsleden. Nee. Weet je hoe andere partijen nu een nieuw coalitieakkoord eventueel vormgeven en of er nog ruimte blijft voor andere partijen? Hè? Of dat ze alles wel nu al, zeg ik maar even, in achterkamers met elkaar afspreken, waardoor het voor en inwoners, maatschappelijke organisaties, maar ook voor andere partijen lastiger wordt om nog bij te dragen aan de lijn die geschetst wordt is dat deze coalitie die jij nu noemt, dat die eraan gaat komen en dat het een vrij open coalitieakkoord wordt en dat ze op onderwerp dat zal de lijn wel gaan worden. Het woordje crisis, want jullie zijn een crisis doorgaan. Ik heb dat eens opgeschreven. Het woordje crisis heeft een leuke betekenis. Eén betekenis is schoonwassen. Ja. Dat betekent dat je dus hernieuwd eruit komt. Een tweede betekenis is door een dal op weg naar een hoger niveau. Ja. Hoe gaan jullie dat nou doen? En ik heb het van tevoren ook even over gehad. We willen graag weten wat jullie concreet gaan doen om weer in de kijker van de kiezers te komen. Ja. Dat ze zeggen van, hé, kijk, daar is Lokaal Hellendoorn. Wat gaan jullie doen? Ja. Wat we al deden en wat we nu ook weer fanatiek op gaan pakken, is dat we de boer op gaan, hè, als Lokaal Hellendoorn, om ook te horen wat mensen vinden van allerlei zaken. Zaken die op de agenda staan van de gemeenteraad, maar ook andere zaken die mensen tegenkomen. Wat, welk onderwerp pak je het eerst? Wees nou, concreet. Naar woningbouw zijn we al mee bezig. Als het gaat om woningen voor starters. Hè, we hebben ook het afgelopen jaar wel iets bereikt. Ja. We zijn veel ook met elkaar bezig geweest in een gemeentehuis. Er zijn een aantal dingen voorbij zijn komen op Facebook. Ja, ja daarom. Dus we zijn, en daar zullen we aandacht voor blijven vragen. Maak eens concreet, want jij weet wat ze bereikt hebben. Betaalbare woningen voor jong en oud, hè, voor onze eigen inwoners. Mm-hmm. Daar is behoorlijk achterstand. Dus, en er is wel veel vraag. Nou, is in elke gemeente, maar ook in deze gemeente. Nou, als het gaat bijvoorbeeld om de zorg, hè, om die toegankelijk en betaalbaar te houden. Nou, je ziet overal wachtlijsten ontstaan bij de huishoudelijke hulp. Maar hoe gaan jullie dat dan doen? Want dat kun je zeggen, maar hoe dan? Ja, dat moeten we doen samen met zorginstellingen en met samen ook programma's te maken. En daarbij ook de zorgaanbieders in te schakelen, maar ook de mensen die zorg hebben, zoals de afvaardiging, de WMO-raad erbij te betrekken. Van hoe ga je dat nu met elkaar invullen? Want dat is wel een grote opgave naar de toekomst. Want we worden allemaal ouder en hebben meer hulp nodig. En dat moet wel ook haalbaar en betaalbaar blijven. Dus in die zin zetten we nu in op preventie. En dan zullen wij als Lokaal Hellendoorn nog meer doen. We hebben bijvoorbeeld nu voor morgen een vraag gesteld over premantelzorg. Dat is een manier dat kinderen ook bij ouderen kunnen gaan wonen zonder dat er nog een zorgvraag is. Wij willen graag dat het college dat ook naar buiten toe enthousiasmeert. Ja, dat mensen erover na kunnen denken. Hè? Wij zeggen allemaal ouderen moeten op tijd nadenken over die oude dag. En dan zal je rol zijn wellicht vanuit oppositie. Dat je voortdurend dit soort thema's aan de orde stelt. Maar, en daar wel misschien nog wel kritisch naar voorstellen van het college. Maar zeker ook met alternatieve voorstellen komen als wij denken dat het ook anders kan. Maar wel ook vaak op basis van de inbreng die er is van onze eigen inwoners. Want dat is wel de rode draad. Ja. Voor ons. Ik heb eigenlijk nog één prangende vraag. En die kan misschien een beetje confronterend zijn, zoals je niet bedoelt. Jullie geven inderdaad en in debatronden vaak aan van, wij luisteren naar onze burgers. We gaan terug naar onze burgers. Aan de ene kant snap ik dat. Maar aan de andere kant, en kijk even naar u nu. Met de verkiezingen hebben jullie ook een mandaat gekregen. Ja. Daar kun je mee aan het werk. Dan hoef je toch niet steeds weer terug naar die burgers. Of zie ik dat verkeerd? Dat zou je in zekere mate zo kunnen interpreteren. Je gaat nog even volgens top-down als raadsleden zeggen, nou, jullie hebben ons verkozen en we gaan nu even over jullie heen stotten. Mm-hmm. Lokaal Hellendoorn heeft wat dat betreft een iets andere insteek. We proberen vooral meer bottom-up.
Denk bijvoorbeeld aan een burgerberaad. In Utrecht is nu een hele mooie pilot daarmee bezig. Kijken hoe je mensen daarin actief kunt betrekken. Ja. Juist die andere vorm van bestuurstijl, dat is wel echt iets wat Lokaal Hellendoorn zich onderschrijft met andere raadsleden, andere partijen. Mm-hmm. We proberen daar toch het positieve signaal op af te geven. Kijk, het kan ook op een andere manier. En dat is niet dat we direct dat willen opleggen aan onze andere fracties of andere partijen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar we proberen wel met de tijd mee te gaan. En je ziet, in de rest van het land worden heel veel van dat soort pilots gedaan. Kijken van, goh, wat is er mogelijk? Hoe kun je mensen van onderop meenemen? Ja. Vertrouwen. Er is op dit moment niet zoveel vertrouwen in de overheid. En we proberen het toch als Lokaal Hellendoorn. Dat is natuurlijk heel nieuw. Maar heeft het geen remmende werking, denkt u? Ik denk als je dat proces goed meeneemt. Kijk, je kunt het nooit 100% mensen naar hun zin doen. Nee. Daar zijn we heel realistisch in. Dat lukt dus weer al niet altijd. Nee, dus. Natuurlijk niet. Maar je probeert zo goed als mogelijk daarin mensen te betrekken. En het kan natuurlijk niet op de kleinste dingetjes als een stoeptegel of zo die omligt. Nee, dat is duidelijk. Dat moet dan echt over grotere thema's gaan. Wij zien een partij die door het dal is gegaan. En die toch weer even met elan laat zien, we zijn er. Wij wensen jullie daar heel veel sterkte mee. De tijd is om, dus we moeten het afhechten. Ja. We spreken elkaar vast en we volgen jullie kritisch op wat jullie gaan doen. Sterkte ermee. Dank je wel. Ja, en dank voor jullie komst. Ja, jullie bedankt. Ja. Graag gedaan. We gaan verder met heer Martin Kremer. Hij is van Tegenwind. We gaan dus hebben over windmolens. Dat lijkt me logisch. We zaten vanmiddag nog bij elkaar, Henk en ik. En we hadden het er met elkaar zo over van... Wat hebben wij nou, Henk en ik, mensen om ons heen, hier in Nijverdal, Hellendoorn. Wat hebben wij nou aan Tegenwind? Nou, in zoverre dat wij toch een stem van de bevolking, van de inwoners vertegenwoordigen. Mm-hmm. Dat zullen jullie misschien niet zeggen, want je luistert alleen vaak naar de politiek, wat die te vertellen hebben. Maar ondertussen zijn er dus, waar eventueel de windmolens geplaatst worden. En dat is op het platteland. Er zijn een heleboel mensen, die weten helemaal niet waar het over gaat. Maar ook als je in de wijken hier komt, die zeggen van, we hebben een windmolen. Oh, daar hadden we toch al, dat was toch al weg, hè? Nee, dat komt toch niet. Mm-hmm. Ja. Het komt wel dichterbij en we moeten daar wel voorzichtig mee zijn. Maar we moeten de mensen goede informatie geven. Maar wat is dan tegenwind? Kunnen mensen tegenwind bellen? Tegenwind kunnen ze altijd bellen. Ja? Wij hebben een website, we zitten op Facebook. We zitten altijd bereikbaar. Dus dat is geen probleem. En we hebben ook nog, zijn wij zo langzamerhand nu onderdeel geworden van een collectief. Waardoor we met 30 tegenwinden, zeg maar, door heel Twente in de industriële windmolens uit het beeld willen hebben. Want Twente is geen... Ja, ze hebben een rukwind. Is geen gebied. Het is er niet geschikt voor. Nee. Kijk, de mensen zeggen altijd van not in my backyard of wat dan ook. Ja. Dat is allemaal maar gekletst. Maar als we 50 van die dingen in Twente krijgen, je ziet ze op 45 kilometer afstand al. Hij is allemaal in je backyard staan. Dus, ja. Als ik goed begrijp, bent u deel van onderdeel van of vertegenwoordiger van tegenwind, maar er zijn meer tegenwinden. Ja. En er is één grote beweging. Zit dat tegenwind aan de tafel bij de colleges, bij de ik zal u een voorbeeld geven. Wij zitten wel degelijk en bij behoorlijk wat groepen aan tafel. Bijvoorbeeld, om u een idee te geven, 29 juli hebben we nu net een afspraak. Daar komt de BBB bij ons op bezoek. Allemaal ter voorbereiding omdat wij ze niet willen hebben. En niet dat de BBB nu direct al zegt van we willen geen windmolens. Maar we hebben bijvoorbeeld met Geert-Jaap Opbladder komt en meneer Van der Wal die komt. Die de laatst ook discussies in de Provinciale Staten gevoerd heeft. En wij zitten wel dicht bij het vuur omdat we al zo lang dat doen, hebben wij de connecties. En daar maken we gebruik van. En ik denk dat wij ook als een betrouwbare partij gezien, maar niet een één dag vlieg. Nee, wij zijn er al langer. En wordt u ook gevraagd of moet u zich... Nee, wij worden ook wel gevraagd. Ja, ja. Gek genoeg, dat zie je dat dus de voorstanders en als ik dan Annemarie Dubbing of wie dan ook, die vroeger bij het lokaal Hellendoorn zat en fel tegen de windmolens was, maar nu in één keer voor, dan denk ik van ja, dat is toch hartstikke moeilijk. Net zo goed als ik nou net de vorige sprekers heb gehoord. Lokale Hellendoorn, die steekt zijn nek nog wel uit. En die luistert nog wel naar de bewoners. En die zegt van, zo kan het niet. Ja. Het wordt ons echt door meneer Thijs de Bree. Van de provincie. Ja. En de PvdA wordt ons op een oneigenlijke en op de onreële manier door de strop gedrukt. Maar meneer Kremer, u zegt nou, wij willen ze niet. Nee. En ik hoor dan ook, punt. Ja. Maar we komen ook met een oplossing. Helemaal goed. Voordat we naar die oplossing gaan, daar komen we zo nog wel op. Maar er is afgesproken, volgens mij in de provincie, in de Provinciale Staten, dat er een verdeling zou komen. Zon en wind. Ja. Daar probeert iedereen aan te werken, tenminste. Dat hoor je zo. Wieren heeft het geprobeerd.
Het plan is weer ingetrokken. Die hebben een uitstel gekregen. Wat moeten we nu in Hellendoorn met de datum 1 juli 2023? Ja, dan zijn we dus de regie kwijt. Zoals de Noemvier nu voorstaat. Ja, maar dat is niet zo, want Hellendoorn krijgt ook uitstel. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Het kan ook tot 31 december rustig kijken van wat ze doen willen. Ik heb het nog nergens mogen lezen. Nou ja, maar het is al zo. Oké. Okay. Als ik nou kijk naar de ontwikkelingen, even de luis in de pels spelen. We zijn nu 2 jaar bezig. We hebben eerst RES 1 gehad, nu RES 2. De verdeling wind 60, zon 40. Als ik dat zo lees en als ik de ontwikkelingen volg, dan denk ik haast dat het een gestreden strijd is en dat er gewoon windmolens gaan komen. Zit ik er ver naast? Ja. Ja? Ja, absoluut. Mooi. Wij zijn daar namelijk niet klaar mee en wij willen ze niet. En ik denk dat wij best wel invloed kunnen. Kijk, op de manier zoals het politiek gespeeld wordt, ja. En dan verbaas ik me over. Ik kom uit de zakenwereld en als ik op die manier mijn zaken had gedaan, dan was ik er al lang niet meer geweest. Ik denk heel veel politici al niet. Het is slangenkuil, zo te zeggen. Ja. Dat klopt allemaal niet. De mensen moeten ook gewoon reëel zijn, moeten luisteren naar wat de bevolking te vertellen heeft en hoe de bevolking erover denkt. Ten slotte zijn dat de kiezers die de gemeenteraadsleden kiezen. En luister daar nou naar. Ja. Hoe kan dat nou zijn bijvoorbeeld dat er nu lokaal Hellendoorn wordt gezegd tegen lokaal Hellendoorn van ja, maar jullie zijn er verantwoordelijk straks. Nou, allemaal nooit niet. Wie zijn er verantwoordelijk? Degene die juist voor die windmolens hebben, want straks dan is het uw kleinzoon en mijn kleinzoon nu al, die zeggen van opa, wat komt daar te staan? Ja jongen, dat zijn windmolens. Maar die is wel heel hoog. Hè? Ja, je hoeft niet meer naar Parijs toe jongen, want die windmolen staat hier al. En er zijn er meer ervan. Opa, wat is dat dan? Dat is nog een stukje groen. Oh, dat zijn 2 bomen jongen. Maar, ja, dat wordt het. Ik snap dat wil je toch niet? Ik snap wat u bedoelt. Even iets andere kant op. Ik weet niet of jij wat van kunt zeggen, maar we lezen steeds meer dat nieuwe bedrijven geen aansluiting meer kunnen krijgen op het elektriciteitsnet. Ja, dat is ook al een ding. Ja. Ik vroeg me dus echt even, we hadden het vanmiddag even over, van als er nu windmolens komen, is dan de mogelijkheid dat de nieuwe bedrijven wel weer zouden kunnen aansluiten? Ja, kijk, een ander plan is dat ze zeggen van die nieuwe aansluitingen moeten dan eventueel bij die bedrijven van die windbokkels komen. Mm-hmm. Dat is wel een oplossing. Dat is een tijdelijke. Je praat allemaal over tijdelijke oplossing. Een windmolen is ook een tijdelijke oplossing. Kijk, als dat ding 15 jaar staat, dan is hij economisch afgeschreven. En over 15 jaar, stel voor dat hij er komt, staat er geen windmolen meer voor. Dan is alles over op kernenergie. En dat, ja, daar zijn wij ook enorme voorstander van. En we kijken heel veel. En we zijn ons heel veel aan het instuderen over de small modular reactors. En daar is heel veel in te doen. En er is ook heel veel in mogelijk. Mm-hmm. Mensen, je list, zijn er heel veel mensen die er sceptisch in zijn. Maar nou, dat is verkeerd. Nou, nog maar weer even toch de luizende pels, want dat maakt het gesprek wat smeuïg. Wat u nu aangeeft is niet anders dan een hele persoonlijke mening van een flink aantal mensen die voor kernenergie zijn. En een even grote groep is tegen kernenergie. En die hebben net zo'n grote legitieme stem. Dus uw stellige positie van het gaat er niet komen, ik weet het nog niet. Er zijn ook andere stemmen. Ja, maar daar ben je niet gelijk aan. Een onderzoek geeft al aan dat 40% onder de huidige vraag, en dan zitten er nog een heleboel mensen die nog dat oude flower power idee hebben van bandenbom. En ik heb vroeger ook met lang haar ertussen gelopen, bij wijze van spreken. Ik zie u zo lopen. Ja, nou, hartstikke mooi. Maar dat is toch wel zo van, dat is al gebeurd. Het is dus nu, de laatste peiling is 40% is voor kernenergie, 30% is tegen. En de rest weet het niet. Ja. Alleen als we daar een heel duidelijk beeld van geven. Je hebt die zoutmogelijkheid voor kleine reactoren. En dat is zo ongevaarlijk. Daar kan helemaal niks meer gebeuren en ook nog goedkoper, omdat je veel minder veiligheid nodig hebt. Zo zijn er legio voordelen. Ja. Voordelen ook voor verder. Dat zijn oplossingen. En het is ook mooi dat die onderzocht worden en dat die misschien ergens een keer op programma. Maar het zijn nog oplossingen voor de toekomst, voor nu niet. Nee, maar kijk, dat ziet u verkeerd. Als je een windmolen zet, is hij voor 15 jaar. Dan is hij economisch afgeschreven. Ja. Kijk maar naar elke windmolencontract, is 15 jaar oud op. Als je zo'n small reactor er neerzet, dan is dat, die kan
binnen 10 jaar staat hij. Ze zeggen wel 8 jaar, maar laat ik dan maar even zeggen van 10 jaar. Dan staat hij er. Maar dan ben je voor 100 jaar klaar. Ja, je kunt ook omdraaien. Als we een foute beslissing nemen, met een windmolen ben je er met 15 jaar vanaf. Waar je die kernreactor hebt, zit je dus vooral te vast. Je moet een kern CO2-vrije oplossing zien te vinden. Ja. En dan ben je verreweg het allerschoonste. Weet u wat, ja, dat is een heel lang verhaal misschien, maar hoe zo'n windmolen gebouwd wordt, wat erin zit, wat van Roos erin zit, dat wil je niet weten. Ja, dat wil je niet weten, dus. Ja. Niemand wil eigenlijk, ik chargeer waarschijnlijk, niemand wil een windmolen in zijn achtertuin hebben, even van kort door de bocht. Maar wie wil er een kerncentrale achter in zijn tuin hebben? Ik wel. Ik denk dat het tot een kleine groep gaat behoren. Nee, ik denk het niet, want als je de goede voorlichting voor geeft, en als je ziet wat het dus werkelijk met de mensen doet, die dingen worden 2 voetbalvelden groot, zeg maar even voor het gemak. Ja. Ja, dus je hebt niet zoveel ruimte nodig, al die dingen meer. Ja, dan ben je er klaar mee. En de veiligheid is zo gegarandeerd, dat hou je niet voor mogelijk. Ben ik een doemdenker? Maar de mensen ben een doemdenker. Ben ik een doemdenker? Ik wil er één klein dingetje bij zeggen als ik toch aan Tsjernobyl ga denken. Ja, maar dat is een heel ander systeem. Dat kun je niet meer vergelijken. Kijk, die hebben ook ontzettend veel water nodig voor koeling, et cetera. Ja. Dat is allemaal achterhaald. De mensen moeten zich eerst goed laten informeren hoe het dan werkelijk is. Maar wanneer zouden, want als je dan u denkt in tijdvakken, wanneer zouden die kernreactoren kleine formaat er kunnen zijn? U zegt misschien over 15 jaar, dan hebben we toch een overbrugging nodig. Over 10 jaar. Over 10 jaar zouden we nodig zijn. Ja. Dan zouden we kunnen. Wat gaan we dan de komende 10 jaar doen? Gewoon er hard aan werken. Wat? En andere dingen, mestvergisters, noem maar op. Nog meer zon op dak. He, want daar zijn we nog lang niet, zijn we lang niet klaar mee. Dus de streven is daar ook veel meer mee. En laten we eerlijk zijn, we kunnen ook niks met meer stroom, want de stroomnet zit vol. Stroom zit vol, ja, dat klopt. Dus het is heel simpel. Dus we hebben eigenlijk hebben we tijd gekregen omdat de stroomnet vol is. Ik denk dat heel veel energie hebben gekregen, zou ik haast zeggen, van de uitspraken van meneer Kremer, de ideeën moet ik zeggen. Ik denk dat er veel informatie nog nodig is met betrekking tot de kerncentrales waar u het over heeft. We moeten afsluiten, want de tijd zit er alweer op. Jammer. Ja, nou, ik kan ook zeggen van, dit is Michel wel een uitnodiging voor een volgende keer om te komen praten. Ik heb nog heel veel te vertellen. We hebben nu een nummer, dus dat zal zeker goed komen. We willen de kijkers bedanken voor het kijken. Dit is zo goed als zeker de laatste uitzending van de derde termijn van dit seizoen. We komen september waarschijnlijk weer terug. Tenzij, zeg ik erbij, dus we hadden het vanmiddag over, tenzij met een aantal puntjes erachter, tenzij er nog iets gebeurt in de gemeente Hellendoorn wat de coalitievorming betreft, dan proberen wij daar, Henk en ik, en onze redactie vol bovenop te zitten. In ieder geval, dank voor het kijken en we wensen u een fijne zomerperiode. Ja, goede vakantie en tot in september in ieder geval.